Ik heb dus besloten om voor jullie vandaag een video op te nemen van hoe ik mijn poetspullen ga wassen. Nou, ik had in de schuur nog een hele oude kist staan. Ga ik laten zien. Dat is deze. Groene poetskist en er zitten nog wat borstels in. Nou, wat heb je ervoor nodig? Je borstels. In dit geval zijn het mijn oude borstels waar ik een van mijn eerste verzorgbaren mee heb gepoetst. Je hebt nodig een emmer met water. En ik heb er wasmiddel in gedaan, want ik kon geen biotex vinden. Normaal gesproken doe ik met biotex. Nou, je doet dan dus de poetspullen in het dingetje met water. En daarbij ook nog een harde borstel. Hier gaat het water in. Zo. Een groene hoevenkabber. Mag ook wat water in. Een leuk kabbertje. Nog een hoevenkrabber, een zwarte zachte borstel, een blauwe harde borstel en ik heb nog een groene zachte borstel. Nou, dit gaat nu even lekker trekken in de emmer. Nou, zoals jullie kunnen zien heb ik nog een beetje overgegoten in de poetskist. Die mocht ook een deurtje gebruiken. En dit ligt nou in de emmer. Dus dat mag even lekker trekken. Nou, inmiddels hebben we de borstels kunnen intrekken. Ik heb ondertussen een emmer met warm water gevuld. En daar ga ik nou de borstels dan even doorheen dompelen. En ik leg ze dan in dit geval eventjes nu op de stenen neer. Trouwens wel vergeten erbij te zeggen dat je altijd eerst moet kijken of er veel haren in zitten. Maar ik heb met die van mij niet zo vaak gepoetst, dus er zitten zo wat als geen haren in. Nou, je legt ze dan eens even neer in de zon. Het kan drogen. Kijk eens hoe vies het water is. Ik heb hem nog nodig. Nou, je legt even neer om te drogen. Kammetje ook. En een hoevenkrabber. En ik denk dat ik mijn mond erin moet, vrees ik. Nou, de zon schijnt wel lekker, dus dat is mooi. Een grote zweepmes, dat past er net aan nu. Even daar nu zo. En het is maar goed dat ik hem niet dieper heb gevuld, denk ik. En tot slot die oefenkrabber. Nou, dan hebben we nog de andere poetskist. Die ga ik even legen. En daarvoor staan we even op. Oh, wacht. Misschien niet goed voor de plantjes, maar jammer dan. Nou, doe ik een beetje van het water in de poetskist. Zodat het een beetje kan trekken. En dan doen we die. Oh god, het is glad. Leuk. Oké. Nou, ik zet het wel ook even daar. Nou, en dan mag het even drogen. En eigenlijk laat je het gewoon drogen in de zon. En dan is het straks weer lekker droog. Dus weer schoon. Nou. Ik wil bij deze jullie ook even mijn katje voorstellen, een van de vier. Dit is Mickey. Hey Mick. En Mickey vindt het heerlijk om te kriebelen. Ja, lekker hè. En dit is zo'n lieverd. Hey Mick. Hij vindt het zo lekker om aandacht te krijgen. Katje. Ja, lekker rollenbellen. Oeh, die is lekker. Mickey is heel lief. Hé, Mick. Ja, lekker zonne. Nou, vond je dit een leuke video? Geef het een duimpje omhoog. Heb je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Abonneer dan
onder op mijn kanaal. En ja, dan zie ik jullie hopelijk snel in de volgende video.